Shalom, goedendag. Wij staan hier in het hart van de Joodse buurt voor de grote hoofdsynagoge van Antwerpen, de synagoge aan de Van den Nestlei, de Romy Goldman synagoge. Het is een grote en bekende synagoge en ik ben hier elke dag 3 keer aan het bidden. Mijn naam is Aaron Malinsky, ik ben rabbijn, ik geef ook les hier in de Universiteit van Antwerpen en ik hou me ook heel veel bezig met de interreligieuze dialoog samen met mijn katholieke en islamitische vrienden van Antwerpen. Ik ben hier geboren en getogen in Antwerpen, ik ben geboren in België, ik ben 10 jaar in Israël geweest voor mijn studies en ik doe hier heel veel publieke zaken en ik zit al onder meer in vele Joodse organisaties en ik ben heel fier op een Joodse Antwerpenaar te zijn. Wat betekent vasten voor jou? Vasten betekent zich onthouden van alle aardse geneugtes en zich onthouden van al het materiële en zich concentreren op het spirituele. Dat betekent dat wij in onze religie een paar vaste liturgische vastendagen hebben, waarvan de belangrijkste Yom Kippur is. Dat valt altijd in oktober en dat is de dag van de Heilige Verzoening, waarbij wij vasten van 1 uur voor zonsondergang tot 1 uur erna, dus eigenlijk 26 uur in totaal. En waarbij ook de hele Joodse gemeenschap, ook niet-vrome mensen, naar de synagoge komen om vergiffenis te vragen aan God voor al hun zonden en aan de andere mensen. Dat is de grootste vastendag. En dan hebben we nog een paar kleinere vastendagen, zoals treurdagen enzovoort. Ja, en hoeveel vastendagen? Is dat bijvoorbeeld voor elk feest dat er vastendagen zijn? Of? Nee, er zijn er in totaal 6. Er zijn er 6, waarvan 3, 4 relatief belangrijke die de meeste mensen in acht nemen. Vooral Yom Kippur en Tisha B'Av, dat is de vastendag in de zomerperiode waarbij wij de vernietiging van de Eerste en de Tweede Tempel herinneren ten tijde van de Babyloniërs eerst en de Romeinen daarna. Dat zijn belangrijke vastendagen. Soms zijn er ook mensen die een privé vastendag inlassen. Bijvoorbeeld als ze iets slechts hebben begaan of zich beter te concentreren en een vromere Jood te zijn, maar daar gaat geen vastramin op. Het is meestal of donderdag ofwel maandag, maar de vastendagen die bekend zijn, staan vast in het Joodse kalender en deze kalender staat vast tot het einde van de eeuw. Ja, en hoe start het vasten en hoe eindigt het? We vasten 24 uur. Nu, bij een paar vastendagen vasten we vanaf 's ochtends tot 's avond. Het is een geheel vasten. Dat betekent dat wij niet eten en niet drinken, niets. Dus niet zoals bijvoorbeeld bij mijn katholieke vrienden, die bijvoorbeeld geen vlees eten ofzo. Het is een geheel vastenperiode. Of niet zoals bijvoorbeeld bij mijn islamitische vrienden die in de Ramadan s'avonds dan wel weer eens mogen eten. Uiteraard, anders kunnen we dat zoveel dagen niet volhouden. Bij ons is het een hele vastendag. Het is wel zo dat er bepaalde bijvoorbeeld minder vrome mensen beslissen om bijvoorbeeld een halve dag te vasten. En nog iets bijzonders, op Yom Kippur bijvoorbeeld moet u zich ook ontdoen van alle luxe. U mag dan bijvoorbeeld geen lederen schoenen aandoen. Dus dat komt er een beetje bij. En hoe eindigt zo'n dag? Met een ritueel? Of, Op Yom Kippur is dat een speciaal gebed waarbij u het vasten breekt. Ja, ik was te gast met mijn katholieke vrienden van de synagogische gemeenschap bij de moslims van Antwerpen voor de iftarmaaltijd. En na hun Ramadan, het lijkt er een beetje op ook. Maaltijd dat de hele familie samenkomt en we zijn blij dat het vasten eindigt. Bij andere vastendagen en treurdagen is er bijvoorbeeld een ritueel dat u voor het begin van de vasten een ei eet, een hard ei ofwel een rond voorwerp. Waarom? Om te tonen dat de wereld rond is en dat het leven in de handen van God is. Er zijn heel veel rituelen en symbolen. De hele Joodse godsdienst is doorspekt met symboliek. En wie vast er allemaal? Dat is een goede vraag. Om te beginnen alleen maar volwassen mensen, maar dat betekent mensen die over de bar mitzvah of de bat mitzvah zijn. Dat is 12 jaar voor de meisjes, 13 jaar voor de jongens. Dan bent u volwassen, zogezegd, voor de Joodse wet. Ik weet dat het in de seculiere wereld 18 is, maar vroeger waren de mensen klaarblijkelijk vroeger volwassen. Deze mee met de ouders in het volwassen dan Joodse religieuze rituele leven. Ten tweede, bijvoorbeeld zwangere vrouwen, zieke mensen, ouderen, die moeten niet vasten, mogen dat wel, maar dan nog
als het kan, zeg ik zo mooi, op de school van mijn kindjes met een doktersbriefje. Dus dat betekent dat het vasten de bedoeling heeft niet om u te pijnigen of zo, maar om u te doen nadenken, om in een soort van spirituele fase te komen, waarbij u bepaalde religieuze handelingen beter doet, vooral het gebed dan. Het is daarom ook niet echt een verplichting. U moet zich goed voelen bij uw vasten. Het moet een significatie hebben. Ja, het moet u brengen naar meer religie, naar een groter dichtbij zijn naar God. Ja. En is het belangrijk voor u om te vasten? Het is belangrijk voor mij om te vasten, omdat het een godsdienstige verplichting is. Dat betekent, en dat heb ik ook al een keertje uitgelegd aan heel vele niet-Joodse vrienden, u bent geen vrome Jood zoals u lid bent van een golfclubje van 2 tot 4 uur in de namiddag en dan levert u uw lidkaartje in. U bent de hele tijd Jood en dan moet u zich houden aan Bijbelse precepten of aan Talmudische precepten dan. En het vasten maakt er deel van uit. Dus u kunt niet opeens gaan kiezen van die vastendag doe ik niet en die vastendag doe ik wel. Er is een algemeen pakket als vrome Jood en u moet alle mitzvot, alle heilige geboden, nastreven in de weg van de halacha, dus dat is dus de Joodse wet. En het vasten behoort daartoe, dus er is geen keuze daarin. En voelt u zelf persoonlijk dat dat iets verandert in uzelf of in uw relatie tot anderen of tot God? Toch wel. Toch wel. Ook al ben ik het uiteraard gewend na meer dan 30 jaar dat ik het doe sinds mijn bar mitzwa, maar het verandert toch wel iets. Het noopt u tot nadenken en vooral bijvoorbeeld in de namiddag, dat het na etenstijd is, dan voelt u toch een beetje een gemis en dan denkt u na, bijvoorbeeld, en je kunt het niet helpen, het is nu eenmaal zo. Ik heb bijvoorbeeld een project om Joden in Afrika te helpen. Dan denk ik bij mezelf, het is cliché, maar het is wel zo, die mensen daar hebben heel weinig te eten. Ik heb ook honger, dan denk je automatisch aan solidariteit, zo'n dingen. Dus het brengt je naar interessante plaatsen waar je normaal gedurende de dag dat je een sandwichje verorbert tussen 2 dagdagelijkse activiteiten, tussen een lezing die je geeft, een meeting die je hebt, weet ik veel. Daar denk je uiteraard niet aan. En op die dag denk je daar wel aan. Ja. Zijn er ook dingen aan de vaste die, ja, waar u deugd aan beleeft? Zo? Dus er zijn moeilijke momenten? Wel, het vasten op zichzelf is uiteraard geen plezierig evenement. Dat is juist de bedoeling. Als je een plezierig evenement wil feesten, bijvoorbeeld de Shabbat, bijvoorbeeld Purim, het Joodse carnaval zoals men zegt, bijvoorbeeld het Joodse paasfeest, dan is juist een maaltijd aangewezen. Dan komt de hele familie samen, we eten lekker eten, dat is juist de bedoeling. Ik denk dat de Joodse keuken genoeg lekker eten biedt, nietwaar? Maar ja, de Joodse huisvrouw is zeer inventief wat dat betreft. We hebben een heel gevarieerde wereldkeuken. De vasten is uiteraard niet de bedoeling om een plezier in te hebben. Maar in zekere zin toch wel, zoals de Kabbalah, de geheime Joodse leer, ook zegt van ook van slechte daden kunt u iets goeds vinden en ook van negatiefs kunt u iets positiefs maken. Dus ergens heeft het ook daarmee te maken. Het vervolledigt het plaatje. Dus het geeft wel zeker voldoening? Enorm. En meer nog, het geeft zingeving. Ja. Wat doet u eigenlijk wanneer het vasten moeilijk wordt voor u? Wat zorgt ervoor dat u dat volhoudt? Op Yom Kippur, je bent de hele tijd bezig aan het bidden en soms ben ik zelf voorzanger of rabbijn in de synagoge, ja, dan denk ik er gewoon niet aan. Ja, als u de hele tijd zingt, heb je wel een beetje dorst bijvoorbeeld, dat is dan persoonlijk. Bon, oké. Okay. Dat is ook niet onoverkomelijk voor een dagje. Als je bedenkt dat mijn ooms en tantes bijvoorbeeld in de kampen soms een hele week zonder voedsel waren en ze het ter nauwernood hebben overleefd, ja, dan denk ik dat een regulier vasten en dan nog het vrije wil echt niet zo'n bijzonder iets is. Maar bij gewone vastendagen ben je dan ook soms bezig met dagdagelijkse dingen. En dan denk je er ook niet zo echt aan. Dus het is niet echt een probleem. Ja, denkt u dat het moeilijker of makkelijker is om in België te vasten? Zou dat gemakkelijker zijn op een andere plaats? Nee. Of moeilijker zijn op een andere plaats? Ja, dat is een beetje een bijzondere vraag.
Elke Jood is hoe dan ook graag in het beloofde land, omdat het u dichter brengt naar het land van de Torah. En het vasten bijvoorbeeld van de rouwdag over de tempel heeft een bijzondere betekenis, omdat u dan vast bij de klaasmuur en daar is dan alles gebeurd. Dat is juist. Maar langs de andere kant, de Joodse wetten zijn universeel, maar vooral de Joodse godsdienst is in de diaspora voor meer dan 2200 jaar altijd in voeging geweest. En als u nu in België bent, of in Rusland, of in China, of in Australië, of in Canada, waar ik ook heel veel familie heb, of in Brazilië, weet ik veel, dat maakt allemaal niet veel uit. Vasten is vasten, God is God, de religie is de religie, de synagoge is de synagoge en vindt er overal in de wereld. Ook hier in Antwerpen, trouwens een stuk of 40. Oké, bedankt. Met veel plezier.